Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Zuid-Nederland, ook boven het westen en ook wat meer wolken boven het noorden. Maar in het midden en oosten, daar schijnt de zon vanochtend volop en komt pas later in de ochtend een eerste bui. In het zuiden en noorden kunnen vroeg in de ochtend al buien vallen en in de loop van de dag zien we de buien langzaam uitbreiden over de rest van het land. Later vanmiddag wordt het dan in het noorden grotendeels droog, terwijl de zuidelijke provincies kans maken op een enkele onweersbui. Temperaturen 17 tot 19 graden, dan waait een matige, aan zee soms vrij krachtige Noordwestenwind. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk af, maar helemaal droog is het nog niet. En morgen, dan is het wel op de meeste plaatsen droog. Heel misschien nog een spatje, maar je kunt de paraplu waarschijnlijk thuis laten. 18 tot 20 graden, dus het wordt ook nog eens wat warmer en er staat veel minder wind. Al een hele aardige dag. Zaterdag en zondag wordt het nog beter weer. Dan gaat de temperatuur oplopen naar 20 tot 25 graden. En het blijft in het weekend droog en er zijn zonnige perioden, maar ook een paar wolkenvelden. Maandag wordt het nog warmer. Ik heb 25 tot 29 graden staan, maar de meest recente berekeningen komen boven de 30 graden uit. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.